Ewout Brunkink wint de Open Street Contest bij Real X. 10-jarig Kids College krijgt ruim 10.000 euro. Remea draait voortaan op eigen stroomvoorziening. School De Eendracht heropent na grondige opknapbeurt. Guusje Goudkaal wint kwartfinale voorlezen. Lintje voor raadsleden Paula Donswijk en Hans Wegman. En werkgroep Red Gelderland voert de actie bij Orpheus. Zaterdag werd er bij Real X in Apeldoorn de Open Street Contest gehouden. Aan de contest deden 21 skaters mee die niet alleen uit Apeldoorn kwamen. De jury had het niet makkelijk om een winnaar te kiezen, want niet alle juryleden waren het met elkaar eens. Het was een zware beslissing, vonden wij. Want het niveau lag vandaag gewoon erg hoog. Voor de Real X Open gemiddelde sowieso erboven, dus daar ben ik wel blij mee. Erg leuk om naar te kijken, wel echt pittig ook. Om te noteren van oké, wat is nieuw, wat hebben we nog niet gezien. Want ze deden een paar dingen op herhaling, zeg maar. Maar we zijn uiteindelijk tot een hele juiste, toffe conclusie gekomen, volgens mij. En die conclusie was dat Ewout Brunkink als de winnaar van de Open Street Contest werd uitgeroepen. Hij kreeg een geldbedrag van 250 euro cash en een skateplank aangeboden. Jij hebt je hele leven lang getraind voor dit moment. Hoe voel je je nu? Ja, goed man. Ik heb niet mijn hele leven getraind voor dit moment, maar het is zeker een leuke wedstrijd. En, was het een moeilijke wedstrijd? Ja, het niveau ligt hoog, dus iedereen doet zijn best en vandaag ben ik het en morgen zou het iemand anders kunnen zijn. Dit is gewoon jouw goede dag geweest? Ja, zeker. De organisatie was dik tevreden over het aantal deelnemers en de kwaliteit van de jongens die dit keer erg hoog lag. Nou, dat was een gezellige dag. Het liep soepel. We hadden aardig wat mensen over de vloer. Gewoon hartstikke leuk. Zijn er ook mensen van buiten afgekomen? Ja, volgens mij wel. Een aantal uit Deventer heb ik gezien en nog verder weg. Eentje die ik helemaal niet ken, dus ik heb geen idee. Leuk. Zijn er nog trucjes gedaan die jij absoluut niet kende? Nou, dat geloof ik niet. Ik heb ze onderhand wel alles gezien, ja. Maar ik vind die wallrides altijd wel heel gaaf. En dat ze hoog gaan en springen over de gap. En, ja, dat vind ik geweldig, ja. Nog niet bekend is wanneer er weer een Open Street Contest wordt gehouden. Maar die komt er wel, aldus Jolien Westerbroek van Real X. De fietser die vrijdagavond op de Europaweg werd aangereden door een auto is een 18-jarige jongen uit Apeldoorn. Dat maakte de politie bekend. De jongen overleefde het ongeluk niet, maar overleed ter plekke. De bestuurder van de auto blijkt een 53-jarige man uit Apeldoorn te zijn. Hij werd na het ongeluk op het nabijgelegen politiebureau ondervraagd. Nog steeds is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Door het stormachtige weer waaide zaterdag een boom om. Dat gebeurde aan de Sparrelaan in Apeldoorn. De boom viel tegen een andere boom aan en bleef daardoor steken. Hierdoor viel de schade mee omdat de boom anders tegen een woning zou zijn gevallen. De brandweer heeft de boom met een hoogwerker aan stukken gezaagd. De gemeente heeft later de stukken boom weggehaald. Zaterdagnacht woedde een kleine schoorsteenbrand aan de Govert-Flinkstraat in Apeldoorn. Om de brandweer hun werk goed te kunnen doen, werd de straat door de politie korte tijd voor het verkeer afgesloten. De brandweer heeft de brand van binnenuit en via de schoorsteen buiten geblust. Niet duidelijk is hoe de brand is ontstaan en hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt. Kids College Apeldoorn bestaat 10 jaar. Tijdens de viering van dit tweede lustrum zondag werden zij verrast door de stichting Kinderpostzegels. Het opgehaalde geld kan nu voortaan lokaal besteed worden. Dit jaar was het voor het eerst ietsje anders in de kinderpostzegelactie, namelijk als scholen dat wilden, dan konden ze voor een deel zelf bepalen waar het door hen opgehaalde geld heen ging. En zo zijn we ook bij Kids College hier in Apeldoorn terechtgekomen. Hoeveel projecten hebben ze kunnen kiezen? Nou, het idee was ook, daarachter was van, wij willen het niet meer alleen bepalen, maar we willen de actie ook dichter bij leerkrachten en leerlingen halen. Leerlingen uit groep 7 en 8 die altijd voor ons lopen langs de deuren. Dat konden ze, ze schrijven zich altijd al in voor de actie via onze website, via een scholenportal. En daar konden ze nu aangeven,
nee, ik hoef niet lokaal besteden. Of ja, leuk, wij kiezen een leuk project lokaal. En zo konden ze het invullen wat ze wilden. Voor het eerst konden de scholen zelf bepalen waar het geld naartoe gaat. 13 scholen in Apeldoorn gaven de voorkeur aan Kids College. Daaruit kwamen 13 sets tezamen goed voor ruim 10.000 euro. Verrast dat er zoveel basisscholen voor jullie hebben gekozen? Ja en nee, het is natuurlijk prachtig dat er zoveel basisscholen voor ons gekozen hebben. Maar we hopen ook, en ik denk diep in mijn hart ook wel een beetje, dat heel veel basisscholen zien hoe belangrijk het werk is wat Kids College Apeldoorn doet. En om die reden is het ook weer niet zo heel erg verrassend. Want ik denk dat ze geloof in hebben dat dit soort aanvullende voorzieningen in het onderwijs kinderen helpen om hun eigen talenten te ontdekken. En dat is nodig, willen die kinderen straks, als ze groot zijn, als ze volwassen zijn, hun plek in de wereld vinden. Wat Kids College Apeldoorn gaat doen met het geld is nog niet bekend. Zondagavond werd er een brandlucht in een pand van het verzorgingstehuis Talma Borg in Apeldoorn geroken. Er was ook sprake van rook die via het ventilatiesysteem in een deel van het gebouw terecht kwam. De brandweer is met 2 teams op zoek geweest naar een brandhaard. Met een hoogwerker werd het dak van het pand geïnspecteerd. Bij Talma Borg wonen veel mensen die zichzelf niet kunnen redden bij calamiteiten. 13 bewoners waren elders in het pand in veiligheid gebracht. De weg was tijdelijk afgesloten en uit voorzorg was er een ambulance opgeroepen. Vermoedelijk was er kortsluiting in het ventilatiesysteem de oorzaak van de rook en brandlucht. Een korte brand in een kelderbox aan de Giessen in Apeldoorn heeft even tot paniek geleid. In de box stond een kacheltje met een gasfles. Die werden vrijwel gelijk naar een gasveldje voor de flat in veiligheid gebracht. De brand in de kelderbox was snel geblust. Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Het Apeldoornse bedrijf Remea draait sinds maandag op eigen stroomvoorziening. Daarvoor zijn 1750 zonnepanelen op het dak geplaatst. De panelen werden maandag officieel door onder andere wethouder Sandman in gebruik genomen. Daarmee maakt het bedrijf niet alleen duurzame producten, maar is dat nu ook zelf. En dat werd hoog tijd, vindt manager productie Raymond Kerkvliet. We willen een duurzaamheidstraject zijn we ingegaan. We willen uitstralen dat we duurzaam zijn. En vanuit de organisatie komt wel vaak de vraag, wat gaat Remea er zelf aan doen? Dus op een gegeven moment ga je kijken naar wat is er mogelijk om het te gaan doen. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, zonnepanelen is er natuurlijk eentje van. Maar zo zijn we ook bijvoorbeeld, we proberen het fietsen te simuleren om mensen wat vaker op de fietsen te krijgen. Dus we hebben fietsen aangeschaft, elektrische fietsen die mensen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tussentijds naar de tandarts te gaan of 's avonds een keertje mee naar huis te nemen. Dus dat kan. We hebben douches ingezet, zodat mensen van verder ook met een racefiets of wat dan ook kunnen komen. Dus het is eigenlijk een traject van lange adem. Ja. Het is ook een soort bewustzijn van verduurzaming binnen het bedrijf zelf richting de werknemers. Dat klopt, ja. Je merkt gewoon dat mensen wel duurzaam willen zijn, maar als je vraagt van wat doe je er zelf aan, ja, dan is eigenlijk de intrinsieke motivatie is nog niet zo heel erg hoog. We proberen vanuit het management wel een voorzet te geven, zodat mensen daar ook bij aan kunnen haken. En ook zeggen, ja, ik kan niet achterblijven, want mijn werkgever doet het ook. Dat ligt er zeker wel aan de grondslag. Ja. De stroom die de panelen opwekken is puur voor het bedrijf zelf. Anderen gaan daar niet van profiteren. Maandag raakte een man gewond bij een keukenbrand in zijn appartement aan de Eburonenstraat in Apeldoorn. De brandweer ontdekte de man in de woning en hebben het slachtoffer direct uit de woning gehaald. De man is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. 2 brandweermannen moesten behandeld worden omdat zij rook hadden ingeademd. De keuken is volledig uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Met de 2 brandweermannen gaat het intussen weer goed, maar hoe het met de bewoner gaat is niet bekend. Een groepje scholieren was in het Meepark in Apeldoorn getuige van een mishandeling. Een van hen twijfelde niet en belde gelijk de politie. De scholieren zagen een man een vrouw slaan.
De politie kwam massaal op de melding af. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet die enige tijd boven het park bleef cirkelen. Ook werd er een politiehond ingezet. Zowel de man als de vrouw bleken geen Nederlands of Engels te spreken, waardoor het gesprek met de politie niet goed verliep. De politie heeft een onderzoek ingesteld met behulp van een tolk. Met de nodige gezellige herrie werd woensdagochtend de basisschool De Eendracht in Apeldoorn feestelijk heropend. Oh, wat is hier mooi. Goed zijn, door. Duwen. En wat we hier zien is een foto van een van onze leerlingen die met veel zorg gemaakt is. En wat ziet het er prachtig uit. Ja, nog een klein stukje en er is hier aan. Hey! Na de opening en een vrolijk dansen mochten de leerlingen per groep via een haag met de jongste telgen naar binnen. De school heeft een grondige opknapbeurt achter de rug. We hebben hier in de hal waar we nu staan hebben we alle plafonds, alle verlichting en alle vloerbedekking eruit gehaald. Ja, eigenlijk de hele school. Maar waar dat het meest tot zijn recht komt is toch eigenlijk wel in deze hal. Je ziet het, het is eigenlijk helemaal licht geworden. De school heeft weer een frisse uitstraling. En dat was wel nodig, want dat had een beetje een jaren 70 look gekregen. En eens in zoveel tijd is het goed om daar weer een frisse lap met verf doorheen te halen. Behalve de nieuwe duurzame LED-verlichting en het schilderwerk is de grote hal ook anders ingericht. Je ziet hier in de hal hebben we ook nieuw meubilair geïnstalleerd. Dat konden we financieren ook dankzij de oude vereniging. Die hebben ook een steentje bijgedragen financieel. En dat geeft de kinderen ook weer de gelegenheid om samen te werken. En om buiten de klas om ze dingen te doen die ook nodig zijn in het onderwijs. Even leek het erop dat de deadline niet werd gehaald. Op een gegeven moment was het een beetje stress van halen we het allemaal nog voor de eerste schooldag. Want de kern van de werkzaamheden zijn in de zomervakantie gebeurd. En toen hebben wij als team ook in de klasse de verf, de kwast ter hand genomen. En samen met ouders, en dat typeert deze school ook een beetje, dat ouders dan bijspringen. En dat je dan als een soort team, ouders en leerkrachten... Inderdaad, je bijdrage levert aan de verbouwing. Had ook een financiële component. Want als school moet je natuurlijk ook ergens kijken van wat zijn de mogelijkheden. En het verfwerk, zeg maar, als je dat dan zelf doet in de klasse, dan helpt het financieel ook een beetje. Het tijd dat scholen moesten inkrimpen lijkt voor de Eendrachtschool gekeerd te zijn. En u hebt een nieuwe groep 1. Ja, dat kan heel snel gaan. Wat je ziet is eigenlijk dat er een groot tekort is in de capaciteit van scholen in Uggelen en de omgeving. En dan met name voor de instromende vierjarigen. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we die capaciteit nog wel hebben. Wij kunnen, en dat was ook nodig, op 7 januari en direct na de kerstvakantie zijn wij gestart met een nieuwe groep. Een nieuwe groep 1. En dat geeft ons wat lucht. Dan kunnen we de inmiddels groot geworden groep 1 verspreiden over 2 klassen. En hebben we tegelijkertijd weer opvang voor de komende tijd. En dat gaan we ook volgend jaar doen. Als het nodig is, dan kunnen wij, en dat is natuurlijk een fijn gegeven, dat er in deze wijk, in Zuidwest-Apeldoorn, vlakbij Uggelen, een school is die niet alleen nieuw is, maar ook klaar is voor de toekomst. En ook gedurende het schooljaar dus een nieuwe groep kan starten, om die opvang van die vierjarigen zeg maar, te reguleren. De feestelijke opening ging in de school gewoon nog even door. In de klas kregen de leerlingen limonade en een heerlijk gebakje. In de omgeving van Apeldoorn, Teuge, Beemte, Broekland en Terwolde hadden 1000 huishoudens woensdagochtend last van een stroomstoring. Volgens netbeheerder Leander was een kabel bij de werkzaamheden stuk getrokken. Vliegveld Teuge had ook last van de storing, maar dankzij een noodaggregaat bleef alles het doen. Rond 10:30 was de storing verholpen. Ook Klarenbeek had te kampen met een stroomstoring. Daar viel in 5 straten de stroom uit. De oorzaak van die storing is niet duidelijk. Rond 1:00 was daar de stroomstoring verholpen. Woensdagmiddag ontstond door nog onbekende oorzaak brand in een wasdroger. Dat gebeurde op de zolder van een woning aan de Lavendelstraat in Apeldoorn. De bewoners ontdekten de brand direct en sloot onmiddellijk de zolderkamer. De brandweer was snel te plaatsen en wist de brand dus snel te blussen. Daarna werd de wasdroger naar buiten gebracht en in de achtertuin gezet. Er raakte niemand gewond en de schade is beperkt gebleven tot de zolderkamer. In Coda werd woensdagmiddag de kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd Regio Apeldoorn gehouden.
Daaraan deden 22 voorleeskampioenen van de basisscholen uit Apeldoorn en omgeving mee. De deelnemers zitten in de groepen 7 en 8 en lazen uit een fragment van het door hun zelf gekozen boek voor. De jury was erg kritisch en beoordeelde de deelnemers op 9 verschillende punten, waaronder... Of er voldoende tempowisselingen zijn. Het is ook heel fijn als er een punt staat in het boek dat ze even de punt nemen. Hè? Ja. Het stemgebruik bij het verhaal. Kun je je voorstellen dat je verschillende stemmetjes doet en dan soms vergeet welk stemmetje bij welk persoon hoort of zo? Erg lastig. Dus het stemgebruik, gebruik van stemmetjes, moet goed zijn. Ja, anders wordt het lastig om naar te luisteren. Ja. Dan natuurlijk de emotie. Is het een heel droevig verhaal en je zit het lachend te vertellen? Andersom kan natuurlijk ook. Dat is een punt, wordt dat overgebracht? Voelen mensen in de zaal mee met wat er gebeurt? Kijken ze het publiek af en toe aan? Er zijn natuurlijk kinderen die bijna achter het boek gaan zitten. Ja, en dat is lastig als je in de zaal zit. Dan wil je gewoon graag contact. Hè? En dat leg je letterlijk door iemand even aan te kijken. Niet alleen de deelnemers werden gejureerd, ook werd er gekeken welke school het mooiste spandoek had gemaakt met eventueel de origineelste bijbehorende jel. Dat werd de basisschool De Touwladder uit Uggelen. Zij wonnen de Apeldoornse aanmoedigingsprijs. Winnaar van de kwartfinale werd Guusje Goudkuil. Zij zit ook op de touwladder. Jij gaat door naar de halve finale. Jouw eerste reactie? Ik vond het heel erg leuk, want ik was wel heel zenuwachtig, want ik was als eerste, maar toen hoorde ik dat ik gewonnen had en toen was ik heel blij. Waarom heb je meegedaan? Nou, omdat ik lezen ook heel leuk vind en ze vroegen op school dat de voorleeswedstrijd was, dat zeiden ze, en toen dacht ik, ja, mij leek het wel leuk om daar mee te doen. En doe je dat vaker voorlezen? Soms. Want aan wie lees je voor? Soms aan mama en papa en ja. En heb jij zelf het boek uitgekozen? Ja. Omdat ik het heel leuk vind, want ze beleeft heel veel avontuur. Jij houdt van boeken waar kinderen heel veel avonturen beleven? Ja. Emma, jij was vorig jaar Apeldoorns voorleeskampioene. En nu mocht je in de jury zitten. Ja, dat was heel leuk, ja. Heel gezellig ook. En waar heb je naar gekeken? Ik heb vooral gekeken naar het fragmentkeuze en of het publiek goed werd meegevoerd in het verhaal. En toen jij vorig jaar kampioen werd, of vorig jaar, nee, hij kampioen hè, wat heb je toen daarna gedaan? Feest gevierd. Dat is echt heel leuk. Op woensdag 20 februari is er wederom een kwartfinale in CODA. De halve finale is op woensdag 13 maart, daarna volgt de provinciale finale en in mei is de landelijke finale. Tijdens de jaarlijkse Apeldoornse sportverkiezing vielen atleten Jip Vanstenburg en baanwielrenner Jeffrey Hoogland in de prijzen. Ze zijn respectievelijk Apeldoornse sportvrouw en sportman van het jaar geworden. De 16-jarige judoka Elin Henninger werd sporttalent van het jaar en de Apeldoornse sprinters werden sportploeg van het jaar. De Paralympische kampioen Tristan Bangma werd sporter van het jaar met een... In de raadzaal werd donderdagavond afscheid genomen van 2 raadsleden. Paul Donswijk van D66 en Hans Wegman van het CDA gaan de plaatselijke politiek verlaten. Beide raadsleden waren ruim 12 jaar actief in de raad en dat betekent dat zij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zowel Paula Donswijk als Hans Wegman kregen het lintje opgespeld door oud-burgemeester en nu commissaris van de koning van de provincie Gelderland, John Berends. Paula Donswijk is herstellend van een herseninfarct, waardoor haar toespraak werd voorgelezen door haar fractiegenoot Maarten van Viersen. Lieve mensen. Aan het eind van een veel bewogen periode ben ik dan hier om afscheid te nemen. Het afgelopen jaar is voor mij en mijn directe liefhebbende een zeer bewogen jaar geweest. Zoals u weet heb ik een zwaar herseninfarct gehad. En toen ik wakker werd na de operatie was ik halfzijdig verlamd en kon 3 woorden spreken. Maar gelukkig ben ik goed deels hersteld. Het had veel erger kunnen zijn.
En hoewel ik elke dag knok om met mijn afasie om te gaan en om beter te leren spreken, voel ik aan dat zelfs speechen op dit moment voor mij te vroeg komt. Ik ben jullie ongelooflijk dankbaar voor alle kaarten, bloemen en bezoekjes. Dat gaf mij veel steun en moed. John Beres sprak Hans Wegman toe en deed dat op zijn gebruikelijke humoristische manier. Het is niet zo gek dat jij actief werd in de politiek, want ik heb nog wat navraag gedaan natuurlijk. Je hebt er al heel jong interesse, is mij nu verteld, voor het politieke werk. Als jonge jongen, alleen ik weet niet wat jong is bij jou. Kun je dat me dat zeggen? 14, 15 jaar zat ik hier op de tribune te luisteren. Wat had je thuis? Ging het niet goed? Nee, nee. Welke jongen van 14 gaat hier zitten? Ik heb als een jongetje van een jaar of 14, 15, ben ik hier regelmatig geweest te kijken. Maar dat was nieuwsgierigheid. En later kreeg ik echt dat politieke gevoel. Van dat ik zou ook wel betrokken willen worden bij de besluitvorming van Apeldoorn. En ja, dat heb ik dus, toen ben ik 98 gevraagd. Ik had inmiddels een carrière in het onderwijs opgebouwd. Directeur van VS College Kortenbos. En toen werd ik gevraagd om raadslid te zijn. En dat heb ik toen gedaan. Hans Wegman is niet alleen raadslid geweest, maar was ook even wethouder. En wat was nou leuker? Wethouder zijn of toch raadslid? Allebei. Maar als wethouder kun je toch net iets meer doen. Ja? Je zit toch net iets meer aan de knoppen. Door ook beslissingen te maken die jij vindt als mens. Je zegt, dit moet zo, de wet schrijft dit wel voor. Maar ik vind als wethouder dat je het ook zo mag interpreteren. Dus ik heb ook het gevoel dat ik voor de samenleving toen heel veel gedaan heb. Het FNV, de bond, heeft ons toen nog zelfs uitgeroepen tot één na sociaalste stad van Nederland. Nou, met die onderscheiding was ik heel blij. Hans Wegman verlaat niet alleen de politiek. Hij gaat ook weg uit Apeldoorn. Hij gaat in Scheveningen wonen. De werkgroep Red Gelderland voerde donderdagavond voor de ingang van Theater Orpheus actie. Binnen werd er een informatie over Lelystad Airport gehouden. Deze werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ging over het luchthavenbesluit en de milieueffectenrapportage. De werkgroep wil dat de huidige plannen van tafel gaan. De werkgroep Red Gelderland is voor een onmiddellijke stop op de uitbreiding van Lelystad Airport. En wij vinden dat het proces, de hele besluitvorming, genomen is op basis van onvolledige en onjuiste informatie. Dat is ook de reden waarom wij een blanco zienswijze indienen. Omdat destijds een heel belangrijk rapport van Luchtverkeersleiding Nederland en het onderzoeksbureau 270 Aviation bewust is achtergehouden voor de Tweede Kamer. De reden, daarin stond een negatief advies over de uitbreiding van Lelystad Airport. Er is namelijk geen ruimte in het luchtruim voor nog meer vluchten. Het rapport dateert van 2009. Het is in een la verdwenen en gehouden. En in 2017 heeft Zembla het boven water gekregen. En toen pas wist ook de Tweede Kamer van het bestaan van dat rapport. En als op dergelijke gronden een zo'n belangrijk besluit wordt doorgedrukt, hè, want het onvolledig en onjuist informeren van de Tweede Kamer was altijd een politieke doodzonde, dan vinden wij dat het hele proces opnieuw moet. Ook de actiegroep Red de Veluwe sloot zich aan bij de actie. Zij vinden het nog zeker niet te laat om door te gaan met de strijd. Waarom is het nog steeds zo belangrijk om hier te staan? Nou, het is vooral heel erg belangrijk om hier te staan om de mensen te vertellen dat we op 20 maart naar de stembus gaan. En dan kunnen we laten horen wat we vinden van deze plannen van het minister. Dat is een heel belangrijk moment voor ons, maar eigenlijk voor iedereen die in deze kant achter Amersfoort woont, om het zomaar te zeggen. Om te laten horen dat ze echt die vliegtuigen niet willen hebben. Dat is de mogelijkheid. Als ze goed stemmen, om het zomaar te stellen, op een stille partij gaan stemmen, dan gaat het misschien lukken. Red Gelderland en Red de Veluwe zitten niet helemaal op één lijn omtrent de zienswijze van Lelystad Airport. Er zijn ongetwijfeld verschillen, maar waar we het eigenlijk allemaal over eens zijn, is in ieder geval dat Lelystad nu niet open moet. In ieder geval wachten tot na de herindeling. En sommigen zeggen van ja, het moet überhaupt niet open. Dat kan natuurlijk ook en je kunt veel verder gaan en je kunt commentaar hebben op de vliegindustrie als geheel. Maar waar we in ieder geval met z'n allen over eens zijn, is dat Lelystad niet open moet nu. En wordt wederom vervolgd. Donderdagavond vond er een botsing plaats op de kruising Egelandeweg, Bruggerteweg in Beekbergen. Een afslaande auto werd te laat gezien door een achteropkomende auto.
Daarbij raakte de auto zwaar beschadigd. Voor zover bekend zijn beide automobilisten met de schrik vrijgekomen. Kijk voor het nieuws uit jouw regio ook op onze website rtv-apeldoorn.nl. Onze nieuwsuitzendingen zijn daar ook op te zien. Ga naar rtv-apeldoorn.nl en je bent gelijk op de hoogte. Morgen is het vrij zonnig en droog. Er staat een matige wind en het wordt een graad of 13. In de avond is het helder en droog, maar in de nacht neemt de kans op een enkele bui toe. Het koelt dan af naar zo'n 6 graden. Dinsdag en woensdag is het vrij zonnig en blijft het droog. Overdag wordt het een graad of 10 en 's nachts liggen de temperaturen zo rond de 6 graden.